Een automobilist is dinsdagmorgen bij knooppunt Valburg van de weg geraakt. Dat gebeurde tegen 21:15. De bestuurder werd door het ambulancepersoneel nagekeken, maar kon ongedeerd zijn weg vervolgen. De auto reed richting Ressen en nam daar de verkeerde afslag richting Ewijk. Toen hij op het laatste moment alsnog van baan wilde verwisselen, kwam hij met één wiel in de berm terecht. Daarna heeft hij de controle over het stuur verloren. De auto belandde uiteindelijk in de sloot. Een berger heeft de auto afgevoerd. Het verkeer ondervond geen hinder van het ongeval.